Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over, ja, zal ik het dit keer zeggen, CNC-apparatuur. Het is Oudjaarsdag 2019, dat ga je ook horen op de achtergrond. Je gaat knallen horen. Tot nu toe ging mijn videokanaal over een tweetal zaken. Dat ging over 3D-printen, wat het nog wel zal blijven doen ook wel, en over CNC-frezen. Daarmee weet je in elk geval waar mijn interesses liggen. Nu heb ik ook een verhuurbedrijf zelf, kleine firma. En ik ben altijd op zoek naar interessante zaken voor dat bedrijf. En nou kwam ik tegen een heel bijzondere soort 3D-printer. Namelijk een chocolade 3D-printer. Van het merk Mycusini, dat is een Duits bedrijf uit Freising, Beieren. Een tweetal 3D-printers geproduceerd had op professioneel niveau voor chocolade en voor voedsel. En deze firma had zich ten doel gesteld, begin 2019, via een Kickstarter-project, om chocolade 3D-printen in de huiskamer te halen. Je zult zeggen, er zijn toch genoeg chocolade 3D-printers? Ja, dat klopt. Oftewel, je moet hem zelf gaan maken van een bestaande 3D-printer, geen probleem. Dat is allemaal heel goed mogelijk. Oftewel, je koopt er een. Als je er een gaat kopen, dan zul je gemerkt hebben dat de prijzen van deze apparaten zwengelen tussen de 2000 en 5000 euro. Dat is erg veel geld. Ook voor mij en zeker ook voor mijn firma, dat verdien ik van zijn levensdagen niet terug. En toen kwam ik deze jongen tegen. Want dat Kickstarter project van Mycusini, wat ze in 2019 mee begonnen zijn, en het is nu nog net 2019, heeft opgeleverd dat ze in november het apparaat ook werkelijk op de markt hebben kunnen brengen. En ik ga er een aantal video's over maken natuurlijk, dat zul je begrijpen. En ik ga beginnen met een unboxing video. Dat is de eerste die ik ga maken. Hier hebben we de box, hij is vandaag binnengekomen. Ik ga hem openmaken. Dus als je mij even een poosje niet meer ziet, maak je geen zorgen. Ik ben bezig en ik heb absoluut plezier. Geen zorg. Mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n printer, neem gerust met mij contact op. Dan laat ik je wat meer Vertel ik je wat meer over de website en dat soort dingen meer. Maar laten we maar eens beginnen met simpelweg deze doos open te gaan maken. Dat gaan we natuurlijk met beleid doen. Want ondanks alles is het natuurlijk een kwetsbaar apparaat. Zo, de doos is open. Dan gaan we kijken wat daar allemaal voor moois in zit. Het begint met de Liefa Shine, oftewel de pakbon. Annex factuur zou ik bijna willen zeggen, maar dat is niet waar. Dit is alleen maar de pakbon en niet de factuur. Het vertelt wat erbij zit, wat erin zit en alles erop en eraan. Nou, dat gaan we zien. Ik ga deze aan de kant leggen. Niet zo belangrijk. En dan komt die. Zo, de omdoos is er vanaf. Dan krijgen we hier de inhoud van het pakket. Het lijkt alsof die open is geweest, maar dat is niet verbazingwekkend. Want ik heb gelezen dat de eigenaar van deze firma, het is echt nog een beetje een familiebedrijfje, elke printer ook werkelijk fysiek controleert voordat hij de deur uitgaat. Nou, dan gaan we die doos verder openmaken. En dan komen we weer opnieuw wat papieren tegen. En dat zijn om te beginnen de gebruikershandleiding, mooi met plaatjes zoals je ziet. Taal is in het Engels, had voor mij ook in Duits mogen zijn, prima. Volgende is, ja, want dat is heel erg leuk, er zitten namelijk al direct enorm veel modellen op een SD-kaartje bij die je kunt gaan 3D printen in de vorm van chocola.
In de volgende video's zul je gaan zien dat ze een My Cuisine Club hebben, waar jij ook je eigen zaken kunt maken, eigen teksten kunt ontwerpen, eigen modellen kunt ontwerpen. En dat wordt dan in feite als het ware op hun website geslijst, hè? We kennen het slijsen van de 3D-printen, in een printable object. En dat kun je dan weer op die SD-kaart zetten. Die SD-kaart zit oftewel er al in, of moet er nog één gedaan worden. Dat gaan we zo meteen zien natuurlijk. Maar dan kunnen we daar vandaan dus gaan printen. Je kunt ook via die website tegenwoordig je eigen STL's uploaden. Alleen je zit wel aan een maximumgrootte. En die maximumgrootte, en dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, is iets van 10 cm breed. Dus van, dat is de X-as, zeg maar even. Dan de Y-as. Dat is ongeveer hetzelfde, ook een 10 cm. En de hoogte is ongeveer 5 cm hoog dat je kunt printen. Dan, heel belangrijk, de eerste lading chocola. Dit is speciale chocola. Die werd gemaakt bij deze firma, door deze firma. En speciaal bedoeld is voor deze printer. Ik wil absoluut straks ook in de toekomst gaan kijken of ik mijn eigen chocola kan gaan gebruiken. Maar voorlopig beginnen we maar even hiermee. Dus met andere woorden, dat zul je wel moeten bestellen. En is niet goedkoop. Maar ik heb wel gezien dat hoe meer je bestelt, hoe goedkoper het natuurlijk wordt. Dat is natuurlijk logisch. Houdbaarheid, 6 maanden van zo'n pakket. Overigens, dit noemen ze cartridges. En die cartridges die gaan er voor de helft in. Dus een halve cartridge in de printer. Dan een standaard USB-kabel. Ongetwijfeld voor het doen van updates en dergelijke. En dan krijgen we een zakje met wat losse onderdelen. Dan gaan we eens even kijken wat dat dan voor onderdelen zijn. Even alles eruit halen. Hier hebben we bijvoorbeeld een hele kleine naald. En die is om de spuitkop eventueel schoon te maken, indien noodzakelijk. Dan hebben we de houder en de cartridge. Dus hier komt straks die chocolade in te zetten. En die heeft een nozzel van 1 mm in diameter. Dat geheel gaat straks hierin, in dit buisje. En dit wordt dan geschroefd onderaan de printer. En daarmee is de printer gebruiksklaar. Ook even wegleggen. Dan hebben we een stroomkabel met een aan- en uitknop eraan vast. Ook wel prettig. We hebben een SD-kaartlezer. Micro SD-kaartlezer voor het lezen van die SD-kaart. Het is dus heel compleet zoals je ziet. Dan ook niet onbelangrijk een geplastificeerd stukje plastic. Dat de lengte heeft van deze worsten. En wat is daar nou zo belangrijk aan? Namelijk, je moet precies zo'n halve cartridge plaatsen. En dat kun je dus hier precies zien waar je dan moet gaan snijden. Dan hebben we de beeldplaat met zijn verwisselbare beeldplaat. Want hierop wordt uiteindelijk gedrukt. Dan een set met plastic weliswaar, maar pincet. Waarmee je resten van de chocola kunt verwijderen, zoals we dat met plastic wel eens doen. Als hij net begint te printen en er heeft net iets plastic uitgegooid, dat je dat kunt verwijderen. Dan gaan we naar de voeding, denk ik zo. Dit zal de voeding zijn. En inderdaad, de voeding van het apparaat. Daaruit blijkt dus dat dit een verlengstukje is met die schakelaar ertussen. Want uiteindelijk zal dit eindje, wat ik hier heb in mijn hand, deze hier, die zal hierin gaan. En daarmee kun je de stroom regelen voor het apparaat. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, dat is de printer zelf. Dan moeten we even kijken hoe we die eruit gaan krijgen. Eens even een stukje plastic eraf of een stukje foam eraf. Je ziet, het is goed verpakt. En dan komt de printer zelf. En dit is die dan. De My Cuisine. Ja, de SD-kaart zit er al in het slot hier bovenin bij mijn vinger. Daar zo.
de aan- en uitschakelaar, of de schakelaar om hem te bedienen, een LCD-scherm en heel goed verpakt ja, alle delen die er benodigd zijn. Ik ga hem even neerzetten. En verder zit er alleen nog een stuk polystyreen in, onderin, om de printer in te doen. Nou, voor die unboxing video, denk ik, hebben we gezien wat we wilden zien. En die Mike Yuzini met zijn bevestigingsmateriaal en al zijn materiaal om hem goed te kunnen vervoeren. Dat ga ik zo meteen in elkaar zetten. En daarna ga ik u een tweede video laten zien met de eerste print. Het is oudjaarsdag, dus misschien lukt het nog wel om vanavond op de wafels die ik vandaag gebakken heb iets af te drukken. Nou, in elk geval, tot de volgende video. Dag.